de Kortrijk Express zijn geboren. Applaus! We zijn bij super content. We hebben eigenlijk een jaar gewerkt om de twee clubs samen te brengen. En ben blij dat we eindelijk kunnen zeggen dat de Spurs geboren zijn. En dat we nu eindelijk, laten we zeggen, één gemaakte club hebben in Kortrijk. De grootste club van het land. En dat we nu vooruit kunnen. Ik vind het wel een heel mooi gekozen naam. Moet goed lukken. Ik ben uiteraard fan van de Celtics. Langs de ene kant, maar langs de andere kant ben ik ook fan van de Spurs. In de Eastern en de Western verschilcompetitie. Dus voor mij absoluut een mooi gekozen naam. Absoluut ook met de U van United. De U van United. Dus verrassend en mooi. Ik denk dat we daar echt wat mee kunnen naar buiten komen. Voor mij is het belangrijk natuurlijk dat in de stad waar ik woon, dat er hier ten eerste de grootste club komt van België. Of van Vlaanderen, laat ons zeggen. En dat ik daar ook actief in kan meehelpen. Dat is toch wel een echte meerwaarde, ook voor mij. Ik denk dat voor Kortrijk op zich heel belangrijk is dat het ontstaan er is van de nieuwe club. En dat gezien onze lokale link met Volvo en Novabiel hier in Zuidwest-Vlaanderen, het ontstaan van dergelijke clubs ook in de toekomst voor ons van belang is naar onze naam bekendheid. En om op die manier ook veel mensen te kunnen aantrekken en in kennis te brengen met Volvo. Ik vind het gewoon schitterend dat eindelijk het zover is. Dat we eindelijk één club hebben in Kortrijk. En dat, laat ons zeggen, de samenhorigheid er eindelijk is. En dat we dus eindelijk een grote club kunnen bouwen. Eerst en vooral ben ik heel blij dat ik dat nog mag meemaken. Het was iets dat aangekondigd was, die fusie. Was het nu niet, het ging toch binnen enkele jaren zijn. En ik moet eerlijk zeggen, als ik zie hoe dat het aangepakt wordt hier, hoe dat de manier, de professionalisme, vind ik het schitterend.